februari is koning Momo alleenheerser over Rio. Hij is de grootste prinscarnaval ter wereld. Harry sprak met hem af bovenop het zogenaamde suikerbrood. En zo te zien neemt Momo hiervan regelmatig een hapje. Kijk, koning Momo, dat carnaval in Rio is natuurlijk een beetje ingedut. En wij in Nederland, wij kunnen er ook een beetje van, want Holland is natuurlijk ook een oké carnavalland, begrijp je. Ik heb een antwoord voor uw probleem hier in mijn café. Let op, goed meekijken. Dan komen hier, komt echt de redding voor het carnaval in Rio aan. Hè? Daar komt hij. Let op, hier. Kijk eens even. Weet je wie er zijn? Hier. Binnen, want wij zijn binnen. Dat zijn de teurzakkers. Hoe is spirit? Hoe is het spirit om eerst? Alegria. Afwesten, afwesten, moet je abonneren. Dat moet je abonneren. Goed, hè? Het zijn de deurzakkers. Eu creio que o espírito e do carnaval é uma coisa que realmente ela é universal. Veja, a música associada à gente bonita, sorriso. Mas ze zijn razend populair bij ons, die deurzakkers. Echt wel, hier, er zijn weer andere. Dat zijn de havenzangers. Ja, dat zijn ook toppers hoor. Je kan ze krijgen hier op het slotbal, je kan ze krijgen op het beginbal, wat je maar wil. Eles deveriam vir passar o carnaval aqui, em Rio. Ja, die kunnen komen. Wil je ze hebben? Dat is geen enkel probleem. Is dat geregeld? He? Dan stuur ik dus de havenzangers en de deurzakkers hier naartoe. Is dat alright? Alright. De deurzakkers. Ja, de deurzakkers, ja. De deurzakkers. De deurzakkers, inderdaad. Het carnaval van Rio. Kunnen hier aan de slag in februari met carnaval. De deurzakkers. Ja. Nederland heeft hier een punt gedrukt, Henk. Ja. Zo zit het. Het carnaval van Rio is een in de Braziliaanse ziel verankerd cultuureigen. Ja, in Nederland niet. En dat wil jij gaan besmetten. Ja. Met het allerlaagste. Het allerplatste. Wat onze cultuur te bieden heeft. De deurzakkers. De deurzakkers. Twee Brabantse kakkerlakken. De deurzakkers. Die wil jij hier gaan laten krioelen. Gaan laten vroeten. Enorm populair. In iets moois. Toppers. In iets wat uit de mensen hier zelf komt. Brabantse kanjers. De deurzakkers. He? Met het grofste, vercommercialiseerde. Ja. De meest platte, grofste patatcultuuruiting die er in Nederland te vinden is.